Welkom op het onderdeel diawissel en aangepaste animatie. Ik opende zojuist de reeds gemaakte internetpresentatie met onze drie bestaande dia's. Je ziet de geschiedenis van het internet, wat is het internet en de grafiek rond de gameconsoles. Als ik deze presentatie zou starten via het knopje rechtsboven of via de menubalk presentatie of via de functietoets F5, dan krijg je een heel eenvoudige overgang tussen de dia's. Ze gebeurt niet automatisch, ze gebeurt enkel wanneer ik de linkermuisknop indruk. Je krijgt dan de drie dia's achter elkaar. Bij de laatste dia krijg je de afsluitdia of het zwarte scherm van Impress dat aangeeft dat je presentatie beëindigd is. Nog eenmaal drukken sluit de presentatiemodus en dan geeft je terug de bewerkingsmodus. Het instellen van diawissels, dat wil zeggen de overgangen tussen verschillende dia's, is heel eenvoudig. Je selecteert je eerste dia. Dan kan je hier aan de rechterkant aan het takenvenster kan je helemaal onderaan voor diawissels kiezen. En je ziet dan alle mogelijkheden die dat je kan selecteren. Ik zal eens even laten zien wat dat het effect is van wiel rechtsom 8 spaken. Dus druk ik dat in, dan krijg je de voorstelling al te zien. Soms is dat heel aangenaam omdat je dan een voorbeeld krijgt van wat dat de selectie inhoudt. Als je dat niet wenst, dan kan je hier beneden het automatische voorbeeld afzetten. Dan kan je naar willekeur je instelling kiezen. Je krijgt dan uiteraard geen voorbeeld, maar soms is het heel handig. Vooral als je iets aan de overgang gaat wijzigen. Dus ik weet dat ik wiel rechtsom 8 spaken wil kiezen. Nu, de snelheid daarvan was maar gemiddeld. Maar ik kan die opdrijven naar snel of vertragen naar langzaam. Kies ik hiervoor snel, dan zie ik natuurlijk niks gebeuren aangezien ik mijn automatisch voorbeeld heb afgezet. Ik zal het eens even laten opstaan. Bij het kiezen van een geluid. Dus je kan ook bij een diawissel een geluid gaan kiezen. Je kan zelf een geluid toevoegen. Dus je kan dat bijvoorbeeld downloaden van op het internet of zelf maken met Audacity. Of een geluid kiezen dat al voor geïnstalleerd zit in deze versie van Impress. Ik kies even het geluid apert. En je krijgt onmiddellijk het geluid en de overgang te zien. Nu hier zie je, dit is de titel eigenlijk van onze presentatie. Die zou automatisch mogen overschakelen naar de tweede dia. Dat kunnen we hier selecteren bij automatisch na. En je ziet hier 4 seconden staan. Het vervelende nu is, als ik dit automatisch voorbeeld aanzet, en ik klik op het verhogen van de seconde, dan gaat hij iedere keer het voorbeeld opnieuw starten. Dus ik zet het weer heel eventjes uit. We zullen dit eens even testen. Diawissel ingesteld, automatisch na 5 seconden. En als effect wiel rechtsom 8 spaken. Ik ga dat eens even starten en we gaan zien wat er gebeurt. Een vijftal seconden zouden we moeten wachten. Voilà. Hij geeft automatisch de tweede dia al na de 5 seconden zonder dat ik heb moeten klikken. Ik ga hier rechtstreeks uit door op de escape knop te drukken. Ik ga ook de tweede instelling al plaatsen. Dus ik ga naar mijn tweede dia. En ik ga hier eens een andere overgang kiezen. Ik ga hier eens kiezen voor bedekken vanaf rechtsboven. Bedekken zit iets lager. Het is eigenlijk spijtig dat het niet alfabetisch geordend is. Bedekken vanaf rechtsboven. Voilà, ik selecteer dat. Ik kies als snelheid. Ik laat dat op gemiddeld staan en ik wil geen geluid. Maar ik wil wel dat de diawissel nu bij de muisklik gebeurt. Pas als ik het wens. Ik ga ook snel een derde diawissel instellen, hier. Ik weet dat cirkel ook een mooie is, dus ik ga die eens eventjes zoeken. Iets lager gaat die waarschijnlijk staan. Cirkel vormen, voilà. Ik ga hiervan eens even kijken wat dat geeft. Dus automatisch voorbeeld zet ik aan en ik druk op cirkel vormen. Dat is een leuk effect, maar ik vind dat het wat langzaam gaat, dus ik ga het versnellen. Goed. Hier hoort eigenlijk nog een leuk geluid bij, dus ik zal eens even kijken of Beam ertussen staat. Voilà. Goed, dat ziet er goed uit. We kunnen de diawissels al eens testen. Ik ga terug op de eerste dia staan en ik druk op het presentatie-icoontje. Binnen 5 seconden moet je automatisch doorgaan. Daar komt onze tweede dia doorgeschoven van rechtsboven. Hier kan ik nu natuurlijk alle uitleg geven over de dia. En als ik klaar ben met de uitleg, druk ik de linkermuisknop. En ik kreeg mijn laatste wissel, mijn laatste overgang naar mijn laatste dia.
nog eenmaal klikken en ik kan de presentatie afsluiten. Dat zijn eenvoudigweg de diawissels tussen verschillende dia's. Nu kan je binnen zo één dia ook nog een aantal animaties plaatsen. Ik ga mij vooral concentreren op de tweede dia, omdat daar de meeste informatie in verwerkt zit. Ik ga eens een eerste animatie toepassen op onze titel. De titel is Wat is het internet? Ik selecteer daarvoor het tekstvak, zodat ik het hele tekstvak in één keer geselecteerd heb, gemarkeerd heb. Hiervan ga ik nu een animatie instellen. Dat vind je natuurlijk onder aangepaste animaties. Ik wil het effect toevoegen van een dambord. Dat doe ik via toevoegen. Ik zie hier al staan dambord. En ook hier weer zie je automatisch voorbeeld aangevinkt staan. Ik zal het u laten zien. Als ik op dambord druk, dan krijg ik het voorbeeld al te zien. Dat zag er goed uit. Een beetje te snel naar mijn mening. Dus ik ga zeer snel veranderen in snel. Ik druk op OK. En mijn eerste effect is toegewezen. Zo snel gaat dat. Je ziet eigenlijk niet goed dat hier effectjes staan. Dat komt omdat ik met deze kleine resolutie niet alles op mijn scherm krijg. Dus wat ga ik doen? Ik ga mijn diavoorstelling hier een beetje kleiner maken. Zo klein mogelijk. En ik ga hier de rechterkant mijn takenvenster vergroten. En dan zie je dat hier het eerste effect ingesteld is. Wat leert mij deze informatie? Dat ik hier via dat icoontje kan ik zien dat die animatie pas start wanneer ik met de muis klik en dat klopt. Bij starten staat er bij klikken. Als richting overdwars is geen enkel probleem. Ik kan je laten zien wat het verschil is met naar beneden. Dan wordt mijn dambord naar beneden gevuld. De snelheid had ik op snel geplaatst. Wat dat je nu krijgt, is dat dit het enige effect is op deze dia. Dat maakt dat de inhoud, de andere inhoud van de dia, reeds op je scherm gaat blijven staan. Ik ga dat onmiddellijk laten zien. Als ik van hieruit de presentatie start, kom ik op mijn tweede dia uit. En je ziet dat daar al inhoud ingevuld staat, omdat zij geen effect krijgen. Dus bij het klikken, ik ga nu eenmaal klikken, dan zie je het dambordpatroon over de titel lopen. Ik druk op Escape om eruit te gaan en verder mijn effecten in te vullen. Dus ik ga voor die inhoud ook eens een effect plaatsen. Toevoegen. Ik weet dat molentje een spannend effect is, dus ik scroll iets naar beneden naar spannend en kies molentje. Ik zal de snelheid iets sneller zetten. Dus gemiddeld naar snel. Oké, dat is mijn tweede effect. Goed. Ik ga ook onmiddellijk mijn foto-effect toevoegen. Dus ik kies ik klik eerst op mijn foto. Ik kies dan toevoegen. En heel onderaan staat nog een leuke voor foto's. Stuiteren. Stuiteren. Gemiddelde snelheid is prima. Oké. Voilà. We hebben een drietal effectjes ingesteld. Je ziet een verschil tussen het eerste en het tweede effect, omwille van dat plusteken. Als ik dat plusteken uitdruk, zie je eigenlijk dat het tweede effect bestaat uit twee onderdelen. Dus ik ga dat eens heel even bekijken. Ik ga eens op de knop presentatie drukken en eens kijken wat dat het verschil is. Ik druk eenmaal om de titel te krijgen. Ik druk nog eens en dan krijg ik het eerste opsommingsteken. Druk ik nog eens, krijg ik het tweede pas. En bij een derde klik krijg ik mijn foto. Nu, het is vervelend als je tijdens je presentatie verschillende malen moet gaan klikken om een effect te krijgen. Je kan een effect ook automatiseren. En dat ga ik eventjes doen. Ik ga zeggen dat mijn tekstje, mijn tweede tekstbolletje, door hier te selecteren, ik wil dat dat automatisch verschijnt. Dus je kan dat hier instellen. Ik druk op mijn effect en ik zeg dat moet niet verschijnen na het klikken. Maar na het voorgaan. En je zag het icoontje misschien veranderen van een klik, een muisklik, naar een tijdschakelaar. Of een tijdsklok. Daarmee weet ik dat dit effect zal volgen na het voorgaan. Ik kan dat ook met mijn foto doen, dus ik ga die niet meer na het klikken doen, maar ik ga zeggen na voorgaan. Je kan ook zeggen met voorgaan. Dat wil zeggen dat die bitmap, dus deze foto, zal verschijnen tegelijk met het vorige effect. Dus tegelijk met het effect met de klok. Ook hiervan, dat vind ik niet aangenaam, dus ik ga zeggen na voorgaan. Nu, wat dat we nog kunnen instellen, zijn een aantal eigenschappen. Dus ik kan bijvoorbeeld deze aanduiden en op de drie puntjes drukken van de effectopties. Daarmee kan ik gaan zeggen, kijk, de tekstanimatie, niet alles moet tegelijk gaan komen, maar het moet of woord voor woord of letter voor letter, maar dat duurt natuurlijk heel lang. Dus ik laat staan alles tegelijk, maar ik zeg,
Bij tijdsinstelling, jij moet niet onmiddellijk na de voorgaande komen, maar je moet een seconde erna. Je hebt een vertraging van 1 seconde. Ik druk op OK. En ik ga mijn bitmap instellen qua tijd. Tijdsinstelling, een halve seconde na de vorige. Ik druk op OK. We gaan eens even kijken wat dat voor effecten geeft. Hier is mijn dia overgang of mijn dia wissel. Klik eenmaal voor de titel. Klik nog eenmaal voor de inhoud. Na 1 seconde, voilà, verschijnt het volgende. En na een halve seconde verschijnt mijn foto. Het effect ziet er leuk uit, maar ik wil nog één keer de titel beklemtonen. Ik wil dat de titel er nog eens extra uitspringt. Dat kan ik doen door nog een extra effect toe te voegen. Ik kan opnieuw hetzelfde item selecteren en toch een nieuw effect toevoegen. Dat ga ik ook eventjes doen, toevoegen. En ik wil nu dat mijn titel beklemtoond wordt, met andere woorden, geaccentueerd. Ik kan dat doen door bijvoorbeeld de tekstkleur te wijzigen. En je ziet in het voorbeeld dat hij een blauwe tekst maakt. Nu zeg je, blauw is mijn lievelingskleur niet, geen enkel probleem. Hier aan de rechterkant kan je opnieuw de tekstkleur gaan aanpassen. En ik zal er eens even een duidelijke kleur kiezen, bijvoorbeeld licht magenta. Dat zal zeker genoeg opvallen. En ook hiervan wil ik dat die automatisch gaat starten. Ik zal deze eens kiezen met voorgaande. Dus van het moment dat mijn foto verschijnt, zou ook mijn titel een magenta kleur moeten krijgen. Ik ga eventjes drukken, afspelen. En we gaan kijken, de diawissel, de titel in een blokpatroon, eerste opsommingsteken en een seconde erna het tweede. En met het beginnen van het stuiteren is mijn titel ook magenta geworden. Nog eenmaal klikken, gaf mij de overgang naar de laatste dia. En de overgangen zien er prima uit. Ik ga eventjes de wijzigingen bewaren, dus ik klik opslaan, zodat die zeker niet verloren gaat. Denk natuurlijk aan regelmatig opslaan. Ik ga je nog een grote tip meegeven. Zorg dat je je beperkt in het gebruik van zowel animaties als diawissels. Veel, en zeker veel verschillende animaties en diawissels zorgen ervoor dat je kijker afgeleid zal zijn door die effecten en zich niet meer gaat concentreren op de inhoud van je presentatie en nog erger op jou. Jij bepaalt hoe goed de presentatie is. En zorg dan ook nooit voor een overdaad aan effecten die afleiden van de kern van de zaak. Het is natuurlijk een experiment dat je zelf gaat moeten doen. Niet te veel animaties doen. Hou het simpel. Er is nog een grote tip hier. Als je diawissel klikt en je stelt een leuke diawissel, een vrij neutrale diawissel in. Bijvoorbeeld niet dat wiel rechtsom, maar bijvoorbeeld schuiven naar links. Dat is een heel eenvoudige. Ik zou het geluid uitzetten. Geluiden leiden alleen maar af, geen geluid. En dan kan je hier bepalen op alle dia's toepassen. Stel dat je al 10 dia's afgewerkt had, kan je één goede diawissel kiezen en zeggen, dit geldt voor al mijn dia's.